Welkom bij Wandel TV. Ik ben Maurits Pieterson. Dit is dag 2 van het Elfstedenpad. Ik vertrek uit Sneek. Laat ik achter me. En ik ga de Friese meren en het Gaasterland tegemoet. Ik loop hier door het wonderschone Elst. En Elst heeft niet echt een tuin voor de deur, maar wel een tuin aan de andere kant van het straatje. En dat noemen we dan overtuinen. Dus even de straat over om in je tuintje te komen. Ja, lekker stukje strand, maar niet om te liggen, maar om te vierjeppen. Vier is lekker, dat betekent ver. Ik heb het niet helemaal goed begrepen, ik heb de verkeerde stok bij me. Dus helaas kan ik geen poging wagen. Eerste stuk, heel veel asfalt. Lange wegen hier. Ik zit nu op een route van ruim 5 kilometer voordat ik pas een afslagje ga maken. Maar uitzicht, grandioos. Aan beide kanten. Ik ben nu in Woudsend en ik loop door de nauwe steeg. Nou, tegenwoordig is hij niet meer zo nauw, maar honderden jaren geleden was hij zeer nauw, want de huizen stonden dichter bij de Sint-Michielskerk. En dit is tevens de oudste Rooms-Katholieke kerk van Friesland. En voorheen was het ook een schuilkerk. Het was verboden om diensten te houden voor de katholieken. Dus werd dit als een soort van huis gebruikt. Toen was die toren er nog niet, om toch de diensten te houden. Later, toen het weer allemaal mocht, is er wat pracht en praal en een kerktoren opgezet. Er is hier een enorm waternetwerk. En de Friese die maakten daar ook dankbaar gebruik van. Trekschuiten, bootjes, zeilbootjes. Maar dat ging allemaal op een laag tempo. Op het moment dat het ging vriezen, werd de Fries echt pas wakker en ging zijn bloed sneller stromen. Je kan zeggen op het moment dat het ging vriezen, dat de Fries ging ontdooien. Hij bond zijn schaatsen om en kon vliegersvlug over het ijs naar familie die ver weg woonden, vrienden. En er werden veel vriendschappen gemaakt op het ijs. Dus dat was voor de Fries het hoogtepunt van het jaar. En hier achter mij, Slotermeer. Met de Elfstedentocht wordt hier overheen geknald. Schitterend gezicht. En het is hier sowieso een plaatje. Een stukje dijk. Ik ben in Wickel en achter mij het oudste huisje van Wickel uit 1811. En wat ook leuk is en lekker, ik loop nu voor het eerst in een bos. De zon schijnt nog steeds perfect, maar dit is lekker. Koel, windje, heerlijk. Ik ben in Sloten, kleinste van de 11 steden. Maar heel belangrijk, want hier komen ze allemaal binnen en dan wordt het echt het middelpunt van de aarde als de schaatsers binnenkomen. Ook in de middeleeuwen enorm belangrijk stadje, vestingstadje. Alle boten vanuit Duitsland kwamen hier ook naar binnen. Enorm veel handel, maar het heeft ze eigenlijk qua groei niet zoveel opgeleverd. Het is nog steeds een heel klein stadje met nog geen 800 inwoners. Maar het ziet er wel, het ziet er allemaal leuk uit. Ik ga er even doorheen wandelen. Lekker langs het water. Pleziervaart. En de polder.
Dat zal voorlopig het uitzicht zijn voor de komende kilometers. Hey, wat leuk. Hier had ik een tijd geleden met LoopTV een item over luchtwachttorens. Hier staat er eentje. Nog een redelijk goede staat. Mag er wel niet op, maar hij ziet er netjes uit. Leuk. Bijna 50 kilometer erop zitten. Ik ben er nog niet. Ik moet nog een stukje door. Nog een kleine 15 erbij. En als je denkt, Friesland lekker plat. Heerlijk. Nou, mooi niet dus. Ik zit hier maar te klimmen. Ik ben nu in het gaaste landgedeelte. Het is gewoon heuvelachtig. Oh, moet ik die kant op? Moet wel even opletten. Dat ik de goede weg in ga. Hup, weer een klimmetje. En het heeft allemaal te maken met de gletsjers uit de ijstijd die vanuit Scandinavië aarde, stenen, rotsen deze kant op duwden. En ook hier dus een beetje heuvelachtig maakte. Lekker verfrissend windje. En waar loop ik nu precies? Ja, geen idee. Ronde 7. Geen idee. Ik ga zo wel het bos in. Wordt het bos ingestuurd. Op naar Stavoren. In 1849 stuitte de boswachter Herman tijdens graafwerkzaamheden op een aantal keien hier achter mij. Hij gebruikte die keien om de weg te verharden. Achteraf bleek dat niet zo heel slim te zijn, want het was het enige hunebed wat in Friesland bekend is. Later is er onderzoek naar gedaan en in 1996 is geconcludeerd dat het geen hunebed was, maar een steenkist. Hierachter replica van een steenkist. Nadat het Franse juk onder Napoleon uit Nederland was verdreven, hebben ze hier ter ere daarvan een vredestempel opgericht. Dit is een replica, want in de Tweede Wereldoorlog stortte er een V1 raket bovenop de vredestempel, was niks meer van over. Maar hij staat er weer. En ik zal even voorlezen wat erop staat. Vrede, groot geschenk van God. Blijf bestendig Nederlands lot. Laat het dankbaar op u zien. Altijd twist en wraakzucht vlien. Het rijmt wel, maar ik moet even uitzoeken wat vlien betekent. Laatste loodjes op de dijk. IJsselmeer aan mijn zijde en platteland op de andere kant. Lekker rustig hier op de dijk, fris windje, verkoelend en nog een klein stukje. Op naar Stavoren. In 1345 wilden de Hollanders Friesland overnemen. En daar waren de Friezen niet van gediend en hakte de Hollanders in de pan. Liever der als slaaf. Liever dood dan slaaf. En de Hollanders hebben het geweten. Het was over en uit. Ieder jaar wordt dit nog steeds gevierd hier in de omgeving. Vanochtend 7:30 vertrokken. Dus nu 7:15. Bijna 70 kilometer erop zitten. En we zijn er. Alleen nog even het slaapadresje opsnorren. En dan komt het helemaal goed. Nou, Stavoren. Niet zo groot, 1000 inwoners. Claimt de oudste stad van Nederland te zijn. Dat kan natuurlijk niet. Dat is Nijmegen. Die had in 89 na Christus al stadsrechten gekregen van de Romeinen. Maar als we gaan kijken wie als eerste vanuit de middeleeuwen stadsrechten kreeg, ja, dan is het zeker Stavoren. En dat was 1071 vonden we al terug
dat er over een stad werd gesproken, maar vermoedelijk is het 1066 vrijgegeven. Toen was Amsterdam nog een gehuchtje en Stavoren een stad. Maar het is altijd klein en gezellig gebleven. Nou, dit was LoopTV. Morgen weer een dagje. Ietsjes korter dan vandaag. Mag weer wat gaan compenseren. En tot morgen.